Volvo Trucks en VCM, de verdeler van Volvo Construction Equipment, organiseerden op 14, 15, 16 en 17 oktober hun gezamenlijke Demo Days in de zandgroeven van Mont-Saint-Guibert. Een unieke gelegenheid om zowel het hele VCM-gamma als het werfgamma van Volvo Trucks aan de tand te voelen in een indrukwekkend decor. Volvo Trucks wil zich nadrukkelijk profileren in de bouwsector en kwam onlangs met deze gloednieuwe FMX op de proppen. De Zweedse constructeur beschikt daarmee over een van de meest complete werfwagens op de markt. De link met bouwmachines van VCM was dan ook snel gelegd. Wij zijn heel tevreden na zoveel jaren onze partnership nogmaals te kunnen benadrukken met Volvo Trucks. Zij lanceren hun nieuwe truck, de FMX. VCM Belgium is reeds heel lang aanwezig binnen de wereld van de construction, de burgerlijke bouwkunde. Wij willen dit graag natuurlijk in de verf zetten door het organiseren van dit prachtige evenement. De tandem Volvo Trucks VCM loopt dus op wieltjes. Tijdens de Demo Day stonden 22 machines van VCM en 12 werfwagens van Volvo Trucks ter beschikking van zo'n 4500 klanten en prospecten. Ze konden bij het testen van het Volvo Trucks en VCM gamma hun hartje ophalen in een ongedwongen sfeer en vooral in een wel erg grote zandbak. Boordevol spectaculaire afdalingen en hindernissen. De locatie kon alvast op veel bijval rekenen, maar hoe brachten de speeltuigen het er zelf vanaf? De FMX is een echte werfwagen nu, die trouwens heel goed rijdt met die iShift. We hebben een helling van 20% naar beneden gereden en dat verliep zonder probleem. Ook als je naar omhoog rijdt, je kunt gewoon stilstaan, stoppen, gewoon weer aanzetten, zonder probleem terug omhoog rijden. Maar ensemble, nous avons le chargeur, pelle hydraulique et dumper. Une très bonne expérience au niveau consommation, d'après les tests que nous avons fait vu notre société. L'opérateur accepte très bien ces machines, elles sont très confortables, très douces. Et bon, voilà, on a un très bon compromis. Het uitgebreide menu van wieladers, asfalteermachines, walsen, graafmachines en werfwagens kon de bouwprofessionals meer dan bekoren. Als tussendoortje organiseerde VCM ook een behendigheidswedstrijd aan de Operators Club, waarvan de winnaar volgend jaar mag deelnemen aan de Volvo Masters 2011 in München. De Demo Days 2010 in Mont-Saint-Guibert moesten daarentegen niet veel onderdoen.